Jarno, kleine jongen, dat is niet echt op jou van toepassing, hè? Nee, daarom is hij wel net zo leuk. Maar ik heb een kleine jongen van 15 maanden. Dus het was eigenlijk een beetje voor hem. Oh, dat is wel echt heel mooi. En vond je het zelf goed gaan? Hoe ging het bijvoorbeeld met je sierlijkheid? Nou, daar ben ik volgens mij een stuk beter in geworden. Het is natuurlijk nog nooit zo, niet zo elegant als die andere jongens. Maar ja, wat wil je van me? Ja, normaal moet ik altijd volle bak en vol adrenaline erin. Ja, en nu moet het in één keer zo'n stuk naar beneden. Ja, dat is wel even een omschakeling. Ja, eigenlijk is een rustige nummer nog moeilijker. Ja, misschien wel, omdat daar nog meer... je bent gewoon langer in beeld, omdat je minder draait en alles. Dus je bent gewoon wat langer in beeld met de camera. Dus, ja. Maar ik hoop dat de kijkers het in ieder geval leuk vinden en dat ze massaal gaan stemmen. Dat hoop ik. Hey, en de jury was al positiever dan vorige week, maar nog gematigd. Wat vond je daarvan? Ja, nou ja, aan de ene kant hebben ze gelijk. Maar het is maar een hele beperkte baan, dus je bent al heel snel, ga je rondjes. En we hebben grote ronden en kleine ronden en bijna een pirouette gemaakt, zeg maar. Dat is wel iets een ruimere. Maar ja, wat moet je anders op zo'n baan? Ja, je kan een keer een stukje achteruit gaan. En, maar ik hoop dat ik dat voor volgende week mag bewaren. Dus, nou, pak die camera nog even en roep je fans op. Mensen, allemaal stemmen. Nu. Alsjeblieft.